Het kan opluchten en je raakt er je stress en frustratie mee kwijt. Toetsenbord gooien. De Eindhovense studentensite Shift040 had de actie bedacht om studenten die weken en soms maandenlang hadden gezwoegd op een verslag lucht te kunnen bieden. Waarom? We hebben een keer een leuke brainstorm sessie gehad en iemand die riep, waarom gaan we niet met toetsenborden gooien? En ja, eigenlijk was het wel een goed idee. Nou, we zijn van Shift 040 en dat is natuurlijk toch wel een beetje de link ook met het toetsenbord. En voor iedereen die hier in de verslag stress zit, die kan lekker zo'n ding de ruimte in slingeren. En dan een beetje de stress van zich afgooien, zeg maar. De eerste die mocht werpen was Harry Roemen van het college van bestuur van de universiteit. Dames en heren, ik verklaar het EK toetsenbordwerpen officieel geopend. Voelt u zich nou ook opgeluchter? Ja, opgelucht, hè? Want dus je hebt toch een beetje. Dit is een EK, dat geeft al wedstrijdspanning op voorhand. Ja, en je wil niet afgaan, hè? Nu, en ik moet je zeggen, want ik sta nog steeds op de eerste plaats. Hij staat er wel eerste, maar er zouden nog vele studenten volgen. Zo eenvoudig als het klinkt, je hebt er toch wel een bepaalde techniek voor nodig. Ja, ik denk toch dat je een beetje moet slingeren, zeg maar. Gewoon een grote worp maken, een grote draai met je arm. En dan zou die het verste moeten komen. En een beetje plat is goed voor de luchtweerstand en zo. Maar bij mij werkt het niet. Dus ik weet het ook niet zeker. Het toetsenbord is gegooid en de opluchting lijkt groot. Alle reden dus om het EK toetsenbord gooien volgend jaar opnieuw te organiseren.